Forum voor Democratie. Ja, dank u voorzitter. De premier stelde zojuist dat met de inval in Oekraïne ook de Nederlandse veiligheid gevaar loopt. Misschien kan de premier dat nog iets specificeren. Is er bijvoorbeeld vermeend dat Rusland ook wil doorstoten naar Nederland? Waar zit dat risico? Ik heb dat vaker gezegd, dat naar mijn overtuiging dit niet zal stoppen bij Oekraïne. Het doel uiteindelijk van Poetin meerdere malen ook bevestigd is het zoveel mogelijk recreëren, weer op oproepen van de oude Sovjet-Unie. En daarmee zal, en we hebben ook gezien in München 38, als we dit type agressie niet een halt te roepen, maar proberen te accommoderen. Als je dat zou doen, dan leidt dat uiteindelijk ook tot een veiligheidsrisico voor deze hele regio, ook voor Nederland. Heer Van Houwelingen. Dat ik de premier goed begrijp, dus hij maakt de vergelijking met München 1938, dus met de Tweede Wereldoorlog. Dus de premier sluit niet uit dat, daar gaat hij eigenlijk vanuit, als ik het goed begrijp, dat misschien Poetin van plan is om heel Europa te veroveren. Dat dat zijn doel kan zijn hier. Nee, dat weet ik niet. Wat ik alleen weet van München 38, en ik maak verder geen vergelijkingen tussen de leiders toen van Nazi-Duitsland en het huidige Rusland, maar op dit specifieke punt weten we dat als je een agressor zijn gang laat gaan en niet de wereldgemeenschap hem een halt toeroept, dat het daar niet stopt. Dan zullen de mondhoeken verder zichtbaar, zul je in de mondhoeken zien van zo iemand dat hij door wil. Heer Van Houwelingen. En dan toch nog even, daar kwam ik in mijn termijn ook op. Dus oké, de premier is heel bezorgd over het schenden van soevereiniteit. Nou, daar kan ik met hem in meegaan. Maar het Westen heeft ook natuurlijk de afgelopen decennia landen binnengevallen. Heeft vaak Nederland ook gesteund, heeft Nederland ook soms zelfs militair gesteund. Waar vaak valse gronden, was ook niet altijd gedekt door de Verenigde Naties. Dus mijn vraag is, waarom zou zo'n logica dan niet gelden voor invasies in bijvoorbeeld Irak, invasies in Libië, invasies in Servië? Dus de inconsistentie in het betoog, ziet de premier dat, is dat niet vreemd? Dat blijkbaar invallen die wij doen, dat gevaar daar niet is van München 1938. Maar ineens bij Rusland wel. De internationale gemeenschap is niet foutloos, maar ik zou de vergelijking tussen aan de ene kant wat Rusland nu doet, unprovoked, massieve agressieoorlog in Oekraïne, niet willen vergelijken met een door de VN-resolutie, ook Veiligheidsraadsresolutie, gesteunde operatie in Libië in 2011. Oké, maar om dan maar één voorbeeld te geven, wat was dan de agressie die Hussein in 2003 ten aanzien van andere landen heeft verricht, dat een inval in dat land rechtvaardig, of in Libië? In 2011, wat was daar dan de provocatie die daar blijkbaar dan wel was, als ik het goed begrijp? Libië nogmaals, daar lag een VN-resolutie aan ten grondslag. Ten aanzien van Irak was er een internationale coalitie. Die meende ook het volgerechtelijk het gelijk aan zijn kant te hebben. Ik vind dat geenszins, hoezeer er ook af en toe fouten worden gemaakt, ook door de westerse gemeenschap, geenszins te vergelijken met de totaal ongevraagde agressieoorlog van Rusland en Oekraïne. Ik vind het echt iets totaal anders. En dat is eigenlijk. Tot slot, voorzitter. Kijk, daar verschillen we dus echt van mening. Want de minister-president, bijvoorbeeld als het om Irak gaat, we weten nu dat daar gelogen is, dat die aanleiding van die oorlog niet klopt. We weten ook dat als het gaat om bijvoorbeeld die inval in Libië, nou, dat was om minderheidsgroepen te beschermen. Rusland zegt nu precies hetzelfde. Hè? Wat je er verder ook van vindt, we moeten onze minderheden daar in de Donbass beschermen. Dus ik vind dat zelf dus wel degelijk vergelijkbaar. En ik vind dus dat er met twee maten wordt gemeten. En om dan nu te zeggen van nou, München 38, de wereld gaat een einde, terwijl we zelf ook tonnen boters op ons hoofd hebben. Ja, ik vind het geen geloofwaardig verhaal. Ik zou de verhoudelingen toewensen dat hij de kans had om eens te praten met de pastoor in Bucha van de kerk, waar begin maart vorig jaar achter in het grasveld daar honderden mensen zijn begraven die op een verschrikkelijke manier gemutileerd zijn door de Russen, vermoord, daar zijn begraven. En dan nog steeds te vol te houden dat te vergelijken is met Libië. Dan, voorzitter, bij het volgende kopje. Voordat u verder gaat, tot slot, de heer Van Houwelingen. Het zijn van die dit zijn weer van die emo-voorbeeld. Ik kan natuurlijk ook zeggen, ik zou graag willen dat de premier praat met de slachtoffers van Mai Li in Vietnam of zo. Zo kunnen we allemaal voorbeelden geven. Kijk, oorlog is vreselijk. Er gebeuren vreselijke dingen ongetwijfeld van beide kanten. Ik probeer hier een wat abstracter, rationeel betoog te voeren van waar zit nou een punt van vergelijking. En dan vind ik het nogal tegenval, laat ik het vriendelijk formuleren, dat de premier met emo-voorbeelden komt. Daar kan ik ook mee komen. Dat is hier dus niet het punt. Het punt wat ik wil maken is een ander punt, maar daar gaat de premier dus helaas niet op in. Ja. Het punt hier is een totaal ongevraagde, absoluut op geen enkele manier te rechtvaardige inval van Rusland in een buurland. Gepaard gaat met massief geweld, met grootschalige mensenrechten schendingen, met kindontvoeringen.
En ik vind dat op geen enkele manier te vergelijken met Libië 2011. Niet te vergelijken met Irak 2003. Hoezeer er ook bij Irak 2003 door het Westen fouten zijn gemaakt, is het aantal verschillen tussen Irak 2003 of Libië 2011 en wat hier gebeurt, is legio. En het belangrijkste is natuurlijk de massieve mensenrechten schendingen die hier plaatsvinden.